Ja. Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van COVID-19, ADV COVID-19 Update. Het is intussen de 73ste aflevering. En u weet het, dagelijks geven we, nou niet meer dagelijks nu, twee keer in de week, geven we informatie, adviezen en updates over de COVID-19 pandemie. In dit programma, zei ik al dus, brengen wij u de updates. En bij de opname van dit programma is het aantal COVID-19 positieve gevallen 1176. Dat is heel veel. Maar ook is het aangegeven dat dit verwachtbaar is, omdat er nu veel meer getest wordt. En daarvan zijn 416 actieve gevallen. 739 personen zijn genezen verklaard. Dat is dus het goede nieuws. En 395 personen zijn in quarantaine. We hebben helaas 21 doden te betreuren. En later op de dag is de kans groot, hè? Net wat ik eerder zei. Omdat er zoveel getest wordt, is dus de kans groot dat het aantal positieve gevallen verder is gestegen. We blijven hopen dat dat niet het geval is, maar de realiteit en de praktijk wijst anders uit. Nou, vandaag is onze gast de gloednieuwe minister van Onderwijs. En dat is mevrouw Marie Levers. En zij is minister van Onderwijs en Cultuur. En met haar gaan we natuurlijk praten over onderwijs en COVID-19. En zoals u dat gewend bent van dit programma, we hebben meer dan 2 meter afstand. Dus daarom doen we het vandaag zonder mondbedekking. En u mag weten, de studio wordt ook gelucht. De deur gaat open, dus waardoor we dan ook een doorstroming hebben en wij geen gevaar vormen voor elkaar. Welkom, minister. Goeiedag. Wetenschap is uit de naam? Nee, het is er nog. Oh, dus het is eigenlijk? Onderwijs, wetenschap en cultuur. Oh, oké. Maar op de officiële dingen dat we kregen zonder alleen onderwijs en cultuur. Waarschijnlijk een misverstand. Wat ik dacht al van, ja, gaat ze niet meer naar wetenschap kijken? Maar minister, toen u als eerst geconfronteerd werd, hè, Suriname werd geconfronteerd met COVID-19, hoe bent u ermee omgegaan? Ik heb alle instructies van de officiële instituten gevolgd. Dus de deskundigen, die bepalen, en die bepalen nog steeds voor mij. Oh, dus, u gaat dus niet op Facebook? Ik maak alleen gebruik van deskundige instructies. Ik denk dat dat een zeer goed advies is. Maar uw thuissituatie, hoe ging dat toe? Dat was, als je in het district woont, heb je sowieso enorm veel ruimte. Mm-hmm. Je woont op een heel groot stukje erf, er is ruimte zat. Dus ook toen we in quarantaine waren, niet in quarantaine, maar het advies was thuis blijven. Toen hebben we dat netjes gedaan. We zijn gewoon meer gaan planten en meer met de bloemen, meer met de groenten. We hebben nu voldoende groenten in onze eigen tuin. Zo, ja, we planten moet ik zelf op bezoek komen. Ja. Maar u raakte dus niet paranoia, zoals sommige mensen? Nee, ik bedoel, dit soort dingen zijn vaker voorgekomen. Als je in landen woont, en ik ben lang weg geweest de afgelopen jaren, dan is er altijd, zijn er pieken voor griep en flu enzovoort. En mensen gaan ook gewoon dood aan een normale griep als je die epidemie hebt. En dus wie in Nederland woont of in de Verenigde Staten of zo, die is gewend eraan dat er epidemieën zijn, dat je inent voordat voordat die piek zich aandient. Mm-hmm. Maar je ziet ook in die landen elke keer weer mensen doodgaan aan een gewone griep. Okay. En dit was een heel bijzonder iets. Dus ik dacht van, ook hier zal ik me houden aan de instructies. Ja. Dus het was voor mij een normale instructie. Doe dat niet, dan doe je het niet. Oké, geweldig. Vandaag is het precies een week, hè, dat u beëdigd bent als minister van Onderwijs. Ja, inderdaad. Het is donderdag vandaag. Ja, ja, gefeliciteerd nog. Ja, dank je. Een week. Bent u al lekker helemaal goed in het zadel? Ja, dus het was niet zo moeilijk. Nee, bekend terrein. Het dus is een geluk. We kunnen meteen doorgaan met waarvoor we u echt hier hebben uitgenodigd. Ja, namelijk onderwijs en de COVID-19 maatregelen. Ja. Wat, u hebt nu een beetje zaken ingekeken. Hoe lopen die, de COVID-19 maatregelen en het onderwijs? Het is niet zo eenvoudig, omdat iedereen nog moet wennen
aan de nieuwe situatie. Dus er is heel goed geoefend. De mensen in het veld en mijn voorganger die hebben de eerste stoten opgevangen. De leerkrachten moesten wennen aan een totaal nieuwe situatie, de ouders, de kinderen. Als je daarnaar kijkt, lijkt het eenvoudig, maar iedereen moet wennen. De leerkrachten moesten ineens op een andere manier les gaan geven. Dat is niet helemaal gelukt. En het zou ook vreemd zijn als het echt gelukt was. Mm. Want je moet plotseling op afstand met kinderen bezig zijn, met je mobiel, die je normaal voor iets anders gebruikt, moet je nou les gaan geven. Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb genoten van de creativiteit van leerkrachten, die van alles hebben geprobeerd om met de kinderen bezig te zijn. Ik heb ook genoten van het commentaar van de kinderen, die het niet altijd even goed begrepen. De ouders ook. Dus sommigen werden echt boos en vooral als het geld kost. En dat was het grootste probleem. Dus vooral ouders die twee kinderen hadden in het middelbaar onderwijs. Ja. En normaal zijn de kinderen heel handig met hun mobiel. Maar wat ze vergeten is dat die ouders data moeten kopen. Mm-hmm. En dat was heel moeilijk voor ouders. Ik wist nog dat een onderwijzeres zei van ik heb het voor je geappt. Maar dat kind had geen app op die telefoon, dus dat is inderdaad. Dus dat zijn de uitdagingen. Dat zijn de uitdagingen. De belangrijkste uitdaging die we nu hebben is, we moeten de scholen weer openen. Mm. En je ziet de piek is er. En dat betekent dat we enorm veel, laat maar zeggen, voorwerk moeten doen om ervoor te zorgen dat de veiligheid in eerste instantie in acht wordt genomen. Ja. En met veiligheid bedoelen we dat er, laat maar zeggen, schoon lopend water moet zijn. Mm-hmm. Er moeten wasbakken zijn, de toiletten moeten echt werken. Er moet alcohol of zeep, voldoende zeep op school zijn. En er moeten voldoende mondkapjes zijn. Mm-hmm. Dat zijn minimale voorwaarden om die school te kunnen openen. Hoor ik u zeggen dat u de kinderen van mondkapjes gaat? Nee, we gaan de ouders vragen. Oh, maar natuurlijk zal ik wel zorgen dat er mondkapjes zijn voor het geval er eentje tussen zit die het mondkapje thuis is vergeten, want dat gaat ook gebeuren. Ja. En de discussies met de medici van hoe doen we het precies? Mm-hmm. Hoe ver mogen de kinderen van elkaar afzetten? Hoe doen we de pauzes? Weet je, want wat je krijgt als je de school opengooit, je moet je zo voorstellen, ineens zijn er bijna 100.000 mensen op straat. Mm-hmm. Snap je? Dus je merkt nu aan het verkeer dat het druk is, omdat die bussen staken. Wat gebeurt er als je die scholen opengooit? We hebben meteen een heleboel mensen op straat. En wat ook heel erg belangrijk is, is je kunt ze niet allemaal in één klas hebben. Dus dat zou mijn volgende vraag zijn, want wij zijn gewoon aan grote klassen. Hoe gaat dat nu? We gaan die klassen splitsen. Aha. Dat is definitief. Je kunt niet meer dan 20 in een klas hebben. Uh-huh. Het zal wel rond de 18 worden. De klassen zijn over het algemeen 35 tot 40 kinderen. Uh-huh. Dus je zult 18 tot 20 in je klas hebben. Ze moeten op afstand van elkaar zitten. En dat betekent dat je ze niet 5 dagen in de school kunt hebben. Uh-huh. Je gaat dus één klas die bijvoorbeeld uit 35 kinderen bestaat, die ga je splitsen in een groep A en een groep B. Okay. En dan komt eerst groep A 3 dagen en dan groep B 2 dagen. Oh. En de week daarop, dan komt B 3? Dan komt B 3 dagen. Of en anders moeten we ook op zaterdag school dan bij de 3-3. Dat moeten we overwegen, maar dat moet je met die samenleving bespreken. Ja. Je moet het met de ouders bespreken, je moet het met de vakbond bespreken, met de stakeholders, de bussen, weet je. Je moet veel mensen bespreken. Want anders lijkt het meer werk, inderdaad. Ja. Maar dat gaat echt, dat wordt het? Of ja, dat wordt het zeker. Nee, we moeten die klas splitsen. Ja. Maar je begint je af te vragen, wat doen die kinderen dan die 2 dagen als ze thuis zijn? Yes. Want je hebt een bepaalde hoeveelheid curriculum dat je moet aanbieden. En als je dat 3 dagen gaat doen, wat doe je met die 2 andere dagen? En dat invullen van die 2 andere dagen,
daar zijn we mee bezig. Van oké, hoe ga je de radio inzetten? Ja. Hoe ga je de televisie inzetten? Ja. Dat is niet eenvoudig, omdat je programma's moet ontwikkelen. Ja. Zijn we goed in het ontwikkelen van programma's? Ja, de creativiteit is er. Maar nu moet je zorgen dat het curriculum werkelijk behandeld wordt. Ja. Snap je? Dus dat zijn twee... Het is een uitdaging. Dat de kinderen niet denken, oh, lekker 2 dagen vrij, ga lekker. Maar dat ze toch wel bezig zijn. Ja, want je kunt het organiseren. Je kunt zeggen van luister, we gaan een filmpje draaien vanmiddag. Alle kinderen van deze klas moeten het volgen. En dit zijn de vragen die we gaan stellen aan het eten. Ja, je verplicht ze, want er komen vragen. Er komen vragen. Inderdaad. Dus deze COVID-19 situatie blijft u echt op de been houden en echt moet steeds kijken naar wat wordt het, want we praten over het nieuwe normaal. Ja. Mm-hmm. Het is nieuw, met het accent op nieuw. Ja. En dus we gaan allemaal fouten maken. En daarom heb ik iedereen om me heen nodig. Ik heb die ouders om me heen nodig. Ik heb die kinderen, ik moet goed luisteren naar wat die kinderen zeggen. Ja. Wat zij ervaren het, wat die leerkrachten zeggen. Snap je? Dus je moet naar heel veel mensen luisteren. Maar ik vind het mooi dat u zegt, we gaan fouten maken. Ja, we gaan fouten maken. U gaat er niet vanuit, hey, we zijn perfect, dus we gaan ervoor. Nee. Het is nieuw, dus, alles zal de eerste keer zijn. Ja. Wat je probeert te voorkomen is, je probeert zoveel mogelijk te oefenen vooraf. Ja. Maar het is nieuw, dus je kunt niet terugvallen op ervaring. Maar ook is het zo dat we hebben begrepen dat op 2 scholen nog kinderen positief getest zijn. Ja. Wat is nu de stand van zaken? Het moment dat dat gebeurt, zijn we in contact met de medici. Okay. Dus wanneer het niet jouw vakgebied is, raak het niet aan. Ja. Snap je? Dus ik ben onderwijskundige en wanneer het gaat om besmettingen, direct. Okay. De deskundigen erbij, dus de medici. Van luister, hoe doen we dat? Hoe doen we het met de scholen? Hoe beschermen we de andere kinderen, de leerkrachten enzovoort? Ja, maar zijn die scholen gesloten? Wat is gebeurd? Dat zou ik aan de directeur moeten vragen, van hoe precies het nu is, dus vandaag. Okay. Want deze dingen gaan met het uur, hè, en met de dag. Je krijgt elke keer een instructie van oké, nu moet je sluiten, maar je hoeft niet de hele dag te sluiten, we gaan direct ontsmetten. Okay. Dan heb je andere instructies van alleen in die hoek zijn die kinderen geweest en dan wordt niet de hele school gesloten. Dus elke situatie is echt anders. Ja. Maar feit is dat men niet in paniek raakt, maar goed juist de situatie bekijkt. En u bent meteen gegaan dus naar de opening van het nieuwe schooljaar. Maar hoe ziet de rest van dit schooljaar er nog uit? Die kinderen gaan straks examen doen, toets. Ja. Hoe ziet het eruit? Nou, de lagere zesdeklassers die oefenen nu en dan doen ze examen en dan hebben ze vakantie. De middelbare scholen die gaan nog een stukje langer door, dus daarom is die hele discussie, moeten we 1 september open of niet? Ik heb nog geen duidelijk beeld, want je kunt niet alle scholen tegelijk opengooien. Dat is 1. Omdat ze niet op hetzelfde moment examens doen. De examenperiode is nu verspreid. En omdat het zo verspreid is, zal je ook verspreid open moeten gaan. Want als de middelbare scholen door hebben getrokken, kun je niet volgende week alweer openen. Dus dan moet je ze even de ruimte geven. Dus ik denk hardop dat de middelbare scholen iets later gaan beginnen, waarschijnlijk in oktober. En de lagere scholen zou je kunnen proberen midden september, derde week september. Maar nogmaals, ik ontvang de bonden pas volgende week. En ik wil het ook met hun bespreken. Okay. Want die kinderen van de zesde klasse, de basisscholen, die doen alleen rekenen en taal? Nee? Ja, maar 2 vakken. Ja, maar eigenlijk moet je het zien als een diagnostische toets. Want deze minister gaat echt richting afschaffen van het examen zoals het nu is. Okay. Want het examen zoals het nu is, maar laat me voorzichtig zijn, ook dit moet ik met een bredere groep bespreken. Ja. Want ideetjes zijn leuk, maar je moet ze testen. Het examen zoals het nu is, bepaalt zoveel. Ja. En die kinderen zijn zo jong. Dus het moet een toets zijn die me informatie geeft van wat ze wel weten. En wat ze niet weten, daar moet ik aan gaan werken.
Mm-hmm. Maar laat ze gewoon overgaan van de zesde klas lagere school naar de zevende klas. Dat nu als eerste klas MULO geldt, MULO. Mm-hmm. Snap je? Maar laat het langzaam gaan. Laat ze overgaan van de zesde naar de zevende, van de zevende naar de achtste. En dan moet je proberen om in die MULO die we nu kennen, moet je niet alleen MULO A en B hebben. Ja. MULO A, B, C, D, E, F, okay. En daar wordt dan de richting bepaald. Ja, ja, dus dan mogen ze van elkaar, ze mogen oefenen. Ja. Want ook de mensen die richting VWO gaan, die, wat is er fout mee als ze een keer hebben geleerd om een bank in elkaar te timmeren? Absoluut. Snap je? Dus ja, het zijn die twee jaren moet je de gelegenheid geven van technisch onderwijs is een mooi ding. Maar dan wordt het niet getoetst op het... Ja, er wordt wel getoetst. Mm-hmm. Er wordt veel vaker dan? Getoetst. Oh, okay. Maar die toetsen zijn geen eindtoetsen. Het zijn geen toetsen die je de rest van je leven bepalen. Ja. Het zijn, wat je toetst is, doe ik het goed? Ja. Begrijpen de kinderen? Halen ze voldoende? Waar zijn ze zwak in? Ja. Hoe moet ik het curriculum bijstellen zodat ze verder kunnen? Dus die hele toets is gericht op... Ik moet ze kunnen helpen, maar ik moet precies weten waarin ze zwak zijn. Oké, okay, nou dat klinkt goed. Maar de COVID-situatie heeft een heleboel problemen met zich meegebracht. Maar ook horen we nu dat er eigenlijk een lege staatskas is. Ja. Hoe gaat u daarmee om? Ik denk dat je moet werken met de middelen die je hebt. Mm. Bijvoorbeeld de extra kosten die je zal hebben, zullen voornamelijk liggen in de veiligheid. Zorgen dat de toiletten werken, zorgen dat er water is. Maar het is wel diezelfde leerkracht die hetzelfde aantal leerlingen geeft. Dus je hoeft daar niet uit te breiden. Busvervoer, die kinderen zijn gewend 5 dagen busvervoer te betalen. Dus dat gaat ook niet uitbreiden. Er zijn een heleboel dingen die niet meer gaan kosten. Maar de organisatie gaat ons veel meer energie kosten. Dus als je energie en geld zou uitdrukken, dan is het duur. Want we gaan heel veel energie moeten stoppen in elkaar begrijpen. Daar begint het mee. Het zijn nieuwe situaties. Ja. Dus je moet elkaar goed begrijpen. Daar gaat veel energie in zitten. Maar een ander punt, wat laat maar zeggen, het meest belangrijk is, is dat je niet één soort methode kan toepassen. Mm. Dus als ik in Paramaribo Noord werk, dan heb ik een heel andere situatie dan wanneer ik in Paramaribo Zuid werk. Zonder meer. En vooral ook het binnenland. En dan zit je met het binnenland, dat gesloten is op dit moment. Ja. Ik kan niet in het oosten beginnen. Wat doe je dan? Zeg je van oké, forget it. Nee, dat kan niet. Yes. Dus je moet nu al nadenken, hoe ga ik ze toch bereiken terwijl de grenzen gesloten zijn. En we gaan ze bereiken. Okay. We gaan ze bereiken. Het wordt geen verloren schooljaar voor ze. Nee, we gaan het anders moeten doen. Mm-hmm. En daar ben ik nu bezig, onder andere met creatieve mensen van het binnenland zelf, om na te gaan hoe gaan we ze toch bereiken. Want voor die groep hoop je dat ze radio hebben, hoop je dat er televisie is. Als dat er niet is, gaan we met printed materiaal werken. Dus zij krijgen opdrachten, maar dan moet je het zodanig ontwikkelen dat ze zichzelf kunnen, dat ze kunnen werken. Ja. Want u weet, in onderwijs blijft men zeggen, geen enkel kind moet achtergelaten worden. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dat is ook principieel mijn opvatting. Je laat niemand achter, snap je? Dus dat gaat niet gebeuren. Ja. Maar ondanks alles, want een andere keer, nu praten we over COVID, maar een andere keer ga ik met u praten over cultuur. Ja. Want dat was echt een poot van het ministerie dat niet zo goed behandeld werd, vond ik. Maar daar komen we een andere keer op terug. Maar nu, door al deze situaties, blijft u toch gemotiveerd? Jawel, jawel. Ik bedoel, het gaat om mensen. Het is altijd interessant om met mensen te werken. Maar het leukste van het werk is, is als die kinderen plezier hebben. Dus wanneer je naar kinderen kijkt en ze hebben zin en ze hebben plezier in leren. Mm-hmm. Dat is de betaling die je krijgt. Okay. Niet het salaris wat je krijgt van de overheid. Want daar doe je het niet voor. Oh, daar doet u het niet. Nee. Maar het is wel een riaan salaris. Huh? Het is wel een riaan salaris. Ik ben meer gewend. Dus het is... maar het is gewoon leuk om, het is leuk om de kinderen bezig te zijn. Ja, het is leuk ja. om leerkrachten met plezier naar school te gaan. Het moment dat je ziet van mensen hebben geen zin meer, dan is er iets fout. Ja. Dus als ik zo naar u luister, dan gaan we geen stakingen krijgen van de onderwijsbonden. Nou, je weet niet waarom mensen staken, toch? Dus je moet
Je moet met elkaar praten. Het kan zijn dat er een totaal andere probleem zich opduikt, toch? Mm-hmm. Dus het is niet altijd het salaris. Yeah. Leerkrachten willen een goed salaris, dat is duidelijk. Maar ze willen ook goede omstandigheden. Yeah. Ze willen ook prettige omstandigheden. Ik denk dat ze het plezierig zullen vinden, maar ik heb nog niet met de bonden gesproken, maar wel met andere leerkrachten. Mm-hmm. Ze vinden het eigenlijk fantastisch dat ze een kleinere klas hebben. Ja, want, betere individuele aandacht. Ja, dan kunnen ze meer aandacht aan de kinderen besteden. Het is ook minder warm als je als je niet een volle klas hebt. Als je een kleinere klas hebt, is het minder warm op school. Dat scheelt ook al een beetje. Maar gaat er dan nog een pauze zijn? Jawel. Die kinderen kunnen wel. Want dat was het probleem, heb ik Nee, er komen pauzes, maar er komen ook richtlijnen van hoe. Mm. Dus niet alle klassen tegelijk. Oh, oké. Ja, maar je krijgt meerdere kleine pauzes. Oh. Omdat ze met een mask opzitten. Juist. En je moet dus echt vaker even pauzeren. Ja. Ja. Alleen, het gebeurt niet massaal meer. Er is niet één bel en iedereen rent naar buiten. Dus er is een schema van mijn klas, mag van die tot die. En elke keer 10 minuutjes buiten. Dat geeft ook weer ruimte om met plezier de volgende les te volgen. Absoluut. Mm-hmm. Nou, als ik zo naar u luister, u schijnt alles onder controle te hebben. Tot nu. Tot nu toe wel. Maar het belangrijkste blijft, we moeten het volhouden. Mm-hmm. Snap je? Dus we gaan beginnen. En ik verwacht niet dat het helemaal gaat zoals je het bedenkt. Ja. Snap je? Dus je verwacht hobbels hier en daar. Ja. Maar je moet klaarstaan om die hobbels op te vangen. Want COVID-19 gaat niet meer weg, dus we leven ermee. Nou, minister, mag ik u heel hartelijk bedanken voor uw komst naar de studio en dat u deze informatie met ons wilde delen. En ik zeg, be safe. Als u straks van hier gaat, uw man bedekken wel op. Natuurlijk, ja. Dank graag gedaan, hoor. En kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van ATV COVID-19 Update. We hebben te gast gehad minister Marie Levens. Zij zit dus bij Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En we hebben met haar gesproken over onderwijs en COVID-19. En als we zo naar de bewindsvrouw hebben geluisterd, nou, ze hebben al een heleboel dingen in place en die gaan uitgevoerd moeten worden. En we zullen dat ook blijven volgen. Tegen u zeg ik, be safe. Blijf inderdaad thuis als u niets op straat te zoeken heeft. Want we hebben gemerkt dat die besmetting nu echt van verder gaat, van mens tot mens, omdat mensen steeds op bezoek gaan en dit doen. Dus als u niets te doen hebt op straat, blijf thuis. De handen blijven reinigen, uw mond- en neusbedekking op hebben op straat of als u in een echte menigte gaat. En ook een social distance blijven bewaren. Volgende week zijn we er weer met een andere aflevering van ATV COVID-19 Update. Tot dan. Goeiedag.